Amzat Abdul, fractievoorzitter van de NDP, is niet te spreken over de vele kritieken op zijn voorstel om de wet op de staatsschuld te wijzigen. Hij ziet dit meer als een politiek spel van de oppositie. De fractievoorzitter ziet graag dat de strafbepaling in deze wet wordt geschrapt. Dat zal volgens meerdere deskundigen verstrekkende gevolgen hebben voor het land. Het idee is daarom flink onder vuur genomen door meerdere politieke partijen en maatschappelijke groepen. Met name de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, en de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, kunnen zich niet terugvinden in het initiatief van Abdul. Aan het totale parlement is daarom gevraagd niet mee te werken aan de wijziging. De VHP heeft de procureur-generaal eerder gevraagd te onderzoeken of financiënminister Gilmer Hoefdraad het leningenplafond heeft overschreden. Abdul ligt echter niet wakker van alle commotie. Past bij de situatie van Suriname. Heeft u VSB horen praten over een oplossingsmodel? Heeft u een van de actoren horen praten over een oplossingsmodel? De politieke partijen die zoveel te zeggen hebben, heeft u een van ze horen zeggen van wij gaan dit probleem zo op zo'n manier oplossen? Ik volg ze allemaal op de voet en tot nu toe heb ik niemand een oplossing horen voordragen. Er wordt niet op de bal gespeeld, er wordt op de man gespeeld. En dat is een kwalijke zaak. Je ziet duidelijk dat de wet eigenlijk haar doel voorbij streeft. En dan moet je de wet wijzigen. Een wet is niet een stuk dat gewoon statisch is. Het is een dynamisch iets. Het moet van tijd tot tijd aangepast worden aan de maatschappelijke realiteit. Dat is overal in de wereld zo. Abdul benadrukt dat de strafbepaling niet werkt. Dat deel van de wet moet daarom liever vandaag dan morgen eruit. Ik heb dat heel bewust ingediend en ik zeg van dat de strafbepalingen niet werken. Indien de strafbepalingen zouden werken, dan zou in 2010 minister Hildenberg, toenmalige minister, worden opgesloten. Waarom is toen minister Hildenberg nu opgesloten? Het werkt niet. De strafklacht, de strafbepaling, is in de wet opgenomen om erop toe te zien dat de norm van 60% niet wordt overschreden. Aan de andere kant zegt de wet dat het obligoplafond van 60%, de norm van 60%, wel met toestemming van de Nationale Assemblée mag worden overschreden. En dat is artikel 3 lid 5 van de wet. Werk dan de strafbepaling? De minister gaat het niet overtreden, maar de Nationale Assemblée kan de minister een aantal keren toestemmingen geven. Van, je mag hem overtreden met zoveel procent, zoveel procent, zoveel procent. De wet streeft op dit moment haar doel voorbij. En dat is wat ik wil bespreken met ieder en dat is waarvoor ik een oplossing wil. En wat niet werkt moet uit de wet en dit werkt niet. Dat van de strafbepaling werkt niet. NDP-fractievoorzitter Amzat Abdul over de kritieken op zijn voorstel voor het wijzigen van de wet op de staatsschuld. Hij ziet dit alles als een politiek spel van de oppositie.